Eigenlijk is dit een sneak peek van wat we normaal gesproken doen bij e-commerce elite. Dus ja, ik ga zo meteen een training doen van hoe vind je nou winstgevende producten en hoe kan je daar nou 10 tot 100.000 euro per maand mee gaan omzetten. En een aantal voorbeelden van eigenlijk producten die ik zelf heb verkocht afgelopen 2 maanden. Dus ik heb real life, real time voorbeelden van producten die ik zelf heb verkocht afgelopen tijd winstgevend. Zodat jullie ook een beter inzicht hebben van hey, wat zijn nou goede producten? Niet alleen hoe kan ik ze vinden, maar wat zijn deze producten? En hierdoor maak je dus echt een verschil tussen grinden of progressie. Dus na deze sessie weet je hoe je dus winstgevende producten moet vinden en wat nou een winstgevend product is. En aan het einde krijgt ieder van jullie krijgt ook een prijs. Ik geef aan iedereen aan het einde de hele gratis cursus weg die ik heb samengesteld voor jullie. Dus dat is weer een extra bonus. Aan het einde kunnen jullie eventueel nog vragen stellen. En hierin ga ik gewoon zo meteen dieper in op de strategie. Okay. Ik heb een aantal gratis tools voor jullie die jullie kunnen gaan gebruiken. Er zijn heel veel spy tools die dropshippers tegenwoordig gebruiken, die eigenlijk 30 of 100 euro per maand maandelijkse kosten zijn. Maar die gebruik ik zelf helemaal niet. Waarom ik die niet gebruik, is niet alleen vanwege de kosten, maar voornamelijk ook omdat veel van deze tools namelijk verzadigd zijn. Het gaat namelijk over de marketingstrategie die je toepast in je business ten opzichte van het copy-paste trucje wat veel dropshippers doen. Dus een aantal tools die we gebruiken zijn Google Trends, Amazon, Bol, AliExpress, DS'ers, Facebook Ads Library en YouTube. Hierin kan je dus winnende producten vinden zonder ook maar 1 euro uit te geven aan advertenties. Ik ga je precies uitleggen zo meteen hoe en wat. Nou, TikTok kan je ze eventueel ook nog vinden en myip.ms heb ik laatst ook toegevoegd en ook heel handig. Extensies die je kan gebruiken om sites te trekken, dus dropshipping sites, zijn PeePee Spy en AliHunter, zijn als het goed allebei nog steeds gratis versies van en die geven een indicatie van of hoeveel sales een bepaald product maakt. Het is nooit helemaal accuraat, maar het is wel handig om erbij te hebben en te kunnen bekijken van hey, welk product loopt nou goed. Oké. Okay. Gaan we door op de IE Product Index. Nou, hierin hebben we eigenlijk 9 criteria samengesteld de afgelopen jaren die ervoor zorgen of een product de potentiële winnaar is of niet, in plaats van dat je gaat gokken. Dus hierin kan je dus zien van hey, welke criteria heb ik dus nodig? En dat zijn de volgende: het verbeteren van zelfvertrouwen, verbeteren van gemak, problemen oplossen slash filter behoefte op. Ik zou ook nog zeggen wow factor bij het besparen van tijd en het besparen van geld. Extreem uniek. En dit is de enige factor, zeg maar, criteria, het extreem uniek. Als een product ook nog aan andere criteria voldoet, kan je doorgaan met 2 van de 3. En normaal gesproken hebben we minimaal 3 van deze 9 criteria nodig, maar voldoet die aan extreem uniek en verbetert kwaliteit van leven bijvoorbeeld, kan je doorgaan naar de volgende stap om dit product te valideren. Nou, ik raad je sowieso aan om na deze training 20 producten te gaan zoeken. En dat is ook wat ik al mijn studenten leer, dus de 20-20-regel. 20 producten zoeken daarin. En degene met de meeste criteria zijn natuurlijk de beste producten. En degene met de meeste orders op AliExpress of het platform dat je gebruikt. Het zijn ook belangrijk om die te gebruiken. Oké, okay. Gaan we door naar de volgende. Nou, Google Trends, gebruik dit zeker. Dus stel je voor je dropshipt in Nederland, gebruik dan Nederland als markt. Stel je voor je dropshipt in Duitsland, gebruik dan Duitsland voor Google Trends. Het is puur een indicatie van, hey, is mijn markt nu trending? En wil ik daarin verkopen de komende maanden? Dat is wel heel belangrijk om dat in de gaten te houden. Oké. Nou, dan heb je dus de 3-punt verificatie bij Google. Je hebt bijvoorbeeld fashion. Dat is het land van targeting. Heb je daarbij dus Nederland. Dus stel je voor je dropship in Nederland. Kijk je naar Nederland. Kijk je naar de afgelopen 90 dagen. En kijk je op Google zoeken, niet op Google Shopping. Heel belangrijk om het op deze manier in te stellen. En hierin kan je eigenlijk onderzoeken van, hey, is mijn product, is daar interesse? Dus stel je voor, je hebt een kledingproduct, dan kies je het zo groot mogelijk woord. Hierbij dus fashion. Nou, daarbij wil je dus dat jij momenteel boven de 35 zit qua de score op de grafiek. Nou, hier zit hij alles boven de 50. Het volgende punt is of die boven de 50 is, minstens 50% van de tijd. Dan kijk je hierna weer naar de grafiek. Nou, hierin is die volgens mij geen enkele keer onder de 50, misschien 1 keer hieronder. Maar in ieder geval, dan hoef je niet eens per se te tellen. En het liefst heb je dat de grafiek stijgend is van begin tot eind. Nou, hier is die misschien net aan stijgen, maar je ziet hierbij dat de interesse eigenlijk altijd hoog is in de producten die jij verkoopt. Okay. Dan valideer je je product nog. Kijk je even kort of het op Bol staat.
Ik zou even kijken van, hey, hoeveel pagina's zijn er van mijn product op Bol? Hoeveel concurrenten zijn er van mij op Bol? Wat zijn de reviews van deze producten? Er is geen minimale omzet nodig, dus je hebt geen Bollo of Riley of et cetera nodig om te trekken hoeveel omzet een bepaald product maakt. En ook de verkoopprijs van Bol is niet relevant. Voornamelijk omdat je dus op impuls aankopen focust met Shopify. Gaan mensen dus niet eerst nog kijken op Bol of Amazon Oké, of je moet Shopify. even via zijn. In ieder geval, er is dus geen minimale omzetvloer hierbij en de verkoopprijs van Bol is helemaal niet relevant. Oké, okay. Dan heb ik iets nieuws voor jullie toegevoegd en eigenlijk wat ik de afgelopen 2 maanden heel veel heb gebruikt en wat voor mij heel erg positief heeft gewerkt voor mijn eigen dropship stores en eigenlijk om snelle winstgevende producten te vinden. Nou, deze hele strategie die ik je vandaag uitleg, zou je in principe in 20 producten je winnende product kunnen vinden die je langere tijd kan schalen. Echter, zal dit veel sneller zijn dan deze 20, ook afhankelijk van je eigen ervaring. Maar ik zie bij onze studenten daar veel sneller resultaat in. En eigenlijk wat je dus wil gaan doen is kijken naar Amazon Movers en Shakers. Heel belangrijk om die in de gaten te gaan houden en eigenlijk te kijken van hey, daarin zie je eigenlijk de liftende producten. Dus eigenlijk de producten die nu dus trending zijn. En de volgende categorieën raad ik hierin aan. Dat zijn dus vrouwenproducten. We focussen voornamelijk op vrouwenproducten. Eigenlijk 8 van de 10 producten die ik verkoop zijn altijd vrouwengerelateerd. Dus kijk naar de categorieën vrouwen, babyproducten, beauty, gezondheid en persoonlijke verzorging, fashion, speelgoed en spellen, huis en tuin. En wat ik wil dat je gaat doen nadat we dit live event hebben gedaan, is dat je eigenlijk 20 producten gaat vinden uit 3 tot 5 van deze niches die we hier hebben genoemd. En die kan je bij Amazon Movers en Shakers vinden. Ik raad ook aan om verschillende soorten Amazon Marketplaces te gebruiken. Dus Amazon.nl, Amazon.de, Amazon.uk. Kijk verschillende landen en kijk wat de trending is. En als je ziet van hey, producten komen steeds vaker terug, dan wil je dus deze gaan gebruiken. Oké. Nou, dit is dus een nieuw iets wat we de afgelopen tijd hebben toegevoegd en werkt extreem goed. Hiernaast heb ik nog iets nieuws toegevoegd voor jullie wat echt extreem goed werkt. En waarin je dropship-sites heel makkelijk kunt gaan trekken. Dat is myip.ms. En wat je hierbij eigenlijk kan doen, is dat je heel gemakkelijk dropshippers kan vinden uit bepaalde landen. Het enige wat je hoeft te doen, is naar deze specifieke site gaan, dus myip.ms. En selecteer Shopify als top-level host. Dat kan je hierin doen. Nou, veel dropshippers hebben dus een Shopify-site, waaronder wij zelf natuurlijk ook. En daarin wil je ook daarna kijken op de popularity. Dus minimaal 3000 visitors per dag en maximaal 30.000. Dat kan je hierbij invullen. En daarbij vind je heel snel dropshipping stores. Nou, je kan de volgende landen opzoeken: Nederland en België, Duitsland en Oostenrijk, alle Scandinavische landen, Denemarken, Noorwegen, Finland en Zweden. Ik kan ook nog meer landen bekijken, maar dit zijn eigenlijk de meeste landen waarin ik aanraad om stores te gaan trekken die dagelijks veel bezoekers krijgen door middel van Facebook-ads, Google-ads, TikTok-ads. Maakt in principe niet heel veel uit. En deze kan je hierna gaan trekken. Dus hou deze stores in de gaten. Die kan je met PeePee Spy trekken en met Facebook-ads library. Wat ik wil dat je gaat doen, is dat je dus 20 producten gaat vinden weer via deze methode uit 3 tot 5 niches. En ik zou ook een aantal stores blijven trekken. Dus kijken wat voor producten hun blijven testen. En daarin kan je dus zien van hey, wat werkt. En wat je dus checkt bij Facebook Ads Library van hey, hoe lang draait dit product dus al? En testen ze meerdere creators. Vaak als mensen maar één creative testen en het staat maar een paar dagen online, betekent het niet dat het winstgevend is en dat mensen dus in hun testfase zitten. Oké. Daarna kan je ook nog je producten natuurlijk vinden op platformen zoals AliExpress, DS'ers, Alibaba, etc. etc. Zorg ervoor dat je hier gewoon AliExpress Plus bijvoorbeeld gebruikt, wat heel handig is. En daarbij kan je dus ook 20 producten gaan vinden uit 3 tot 5 niches. Ik raad altijd aan als je een dropshipping general store hebt, dus 20 verschillende producten te hebben uit 3 tot 5 van deze niches. En niches zijn niet vooraf bepaald, maar kijk naar wat je vindt en welke niches goed voor jou uitpakken en met welke je het meest gaat draaien uiteindelijk. Dan hebben we ook nog Facebook Ads Library. Heel belangrijk om deze ook te gebruiken. En eigenlijk hierbij kan je dus producten gaan zoeken, dropshipping stores. En waar je dus op let is deze langere looptijd. Dus niet producten die pas op 23 juli 2023 online staan, want dat is letterlijk testdag 1.
Maar producten die eigenlijk al 2, 3 of maanden lang online staan en meerdere creators hebben. Dat is vaak een indicatie dat een store goed loopt en een langere tijd loopt. Daar hebben we een aantal keywords voor die je kan gebruiken in Nederland en België. 50% korting kan je gebruiken, gratis verzending, vandaag besteld, 1 plus 1 gratis, vandaag besteld, vandaag verzonden, beperkte voorraad, nu koop. Nou, al deze specifieke woorden kan je ook vertalen in andere landen, dus ook in Duits, Zweeds, Noors, Fins, Deens, Engels. En hierbij wil ik ook dat je weer 20 producten gaat vinden uit 3 tot 5 van deze niches. Nou, mocht je dit hebben gedaan, dan heb je momenteel al 20, 40, 60 producten, in principe 80 producten zelfs al gevonden. Dat is heel belangrijk, dan heb je heel veel product research alvast gedaan voor de komende maanden en kom je ook beter in de flow. Van deze 80 producten die je hebt gevonden, wil ik dat je een top 20 lijst gaat maken. Dus 20 producten met nummer 1 is meeste orders, nummer 20 met minste orders. En ook op hoeveel score die uitkomt op de criteria die we eerder hebben benoemd. Dus dat is op deze specifieke criteria. Op deze 9. Dus hoe meer punten, hoe beter. Dus hij voldoet aan 3, heeft hij 3 punten, 4, 4 punten, et cetera, et cetera. Dat is heel belangrijk om te doen. En hierbij kom je eigenlijk in de flow dat je eigenlijk heel snel veel producten hebt, snel kan testen en eigenlijk ja, aan je business verder kan bouwen. Dit is nog steeds de manier waarop ik dropship producten test. En momenteel test ik 5 producten per dag op deze methode. Ik zou beginnen met 1, ligt er ook aan je ervaring en aan je cashflow. Maar dit is wel een hele sterke manier om het op deze manier te gaan doen. Oké, dan heb je dus producten met orders. Die wil je dus ordenen. Meeste orders op nummer 1, minste orders op nummer 20. Nou, je kan deze dus connecten met Service Points. Werk samen met Service Points al jarenlang. Dus als je al 5 orders per dag draait, ga zeker naar Service Points. Draai je nog geen 5 orders per dag, ja, dan is er iets mis met je product research methode of dat je te weinig test. Daarbij kan je wel Hyper-SKU gebruiken, mocht je nog in die testfase zitten van onder de 5 orders per dag. Maar als je Facebook Ads draait, zou je redelijk snel boven deze 5 orders per dag in principe moeten uitkomen. Het enige waar je op moet letten als je producten op AliExpress opzoekt, is voor de verzadiging. Dus dat producten meer dan 25.000 bestellingen op één single listing hebben. Dat is vaak een teken van verzadiging en daar wil je dus op gaan letten. Oké? Nou, hierbij hebben we dus ook nog de laatste stap. En de enige stap die je eventueel kan verwijderen in principe. Dus stel je voor je product voldoet aan alle stappen behalve aan deze, kan die alsnog door. Maar dit is meer om te kijken van, hey, is er content omtrent mijn specifieke product dat ik wil gaan testen. En daarbij zoek je dus op YouTube 5 video's met meer dan 5.000 views in 1 jaar tijd en ook in het afgelopen jaar. Heel belangrijk om dat te vinden. Nou, hier hebben we bijvoorbeeld een postuurcorrector. Zijn meer dan 5.000 views voor deze 3 video's en ook voor de andere. En daarbij kan je dus dit product valideren en in principe gaan testen. Oké. Nou, dan heb je nog de e-com elite productarsenaal in. Als je mij een DM stuurt na dit live event, wil ik je dit helemaal opsturen. En hierin kan je eigenlijk in Excel bestand alles heel makkelijk bijhouden. Dit gebruik ik ook voor mijn eigen stores. Dit gebruiken mijn studenten. Dit gebruiken ook mensen uit mijn team. Kan je heel makkelijk invullen wat is de productnaam, wat is de niche. Wat is het revenue op bol, optioneel met een tracker? Age demographics, eventueel voor als je gaat testen op Facebook. Bol-URL, AliExpress-URL, AliExpress-orders. De prijs op bol, de AliExpress met shipping, hoe die het doet op YouTube en de index. Nou, daar wil je dus 20 van invullen, dus 20 kwaliteit hoge producten. Nou, zometeen ga ik eigenlijk een aantal producten doornemen die ik zelf de afgelopen 2, 3 maanden heb getest en winstgevend heb kunnen draaien. Sommige van deze producten heb ik langere tijd kunnen draaien, maar eigenlijk geen van deze producten draai ik momenteel meer. Sommige zijn ook seizoensgebonden. Ik raad jullie aan om evergreen producten in principe te testen om een langdurige business op te bouwen. Momenteel dropship ik voornamelijk voor mijn cashflow en niet meer als echte business. Dus ik ben meer bezig met mijn coaching business zoals jullie zien. Maar het is wel belangrijk om dus evergreen producten te gaan testen. Nou, heel mooi voorbeeld van een evergreen product en van mass markets. Waar je op wil gaan letten is het aantal orders. 1000 plus verkocht is in principe prima. Prijs is in principe ook interessant. Dus ik heb liever een hogere prijs dan een lagere prijs. Hierbij zie je ook dat de kwaliteit van het product iets hoger is dan plastic. Het is mass market. We gaan hieruit van maximaal 4 varianten. Nou, dit product heeft
drie varianten. Waarom is dit mass market? Iedereen heeft een wc en dit is gewoon een automatische waterbidet. En iedereen heeft in principe een schoon toilet en een schoon lichaam nodig. En vandaar dat dit een ideaal product is om te dropshippen in principe. En ook in een redelijk hogere prijskategorie. Dus dit kan je makkelijk voor 50, 60, 70 euro verkopen, omdat het hoger perceived value heeft. Dus een heel interessant product om te testen. En eigenlijk veel van de producten die ik je nu ga laten zien, zijn eigenlijk mass market. Dus zoek naar grote markten en los daarin een probleem op. En daarin kan je geld gaan verdienen met dropshipping. Nou, dit soort verlichtingstouwen komen heel vaak voor. En er zijn ook heel veel verzadigde varianten van. En deze heb ik toch afgelopen tijd kunnen testen en ook winstgevend kunnen draaien. En ik ga je zo meteen uitleggen waarom. Nou, als je de prijs wil bepalen van je product, dan gaan we 2 tot 3 keer de prijs van AliExpress, inclusief de verzending. Dus dit zou ongeveer op 24, 25 euro komen. Dan kom je op een verkoopprijs van 44,95. Ik verkocht dit destijds voor 49,95. En de oude prijs was 100 euro, fictieve prijs in principe. Nou, hierbij haal je dus tenminste 20 euro plus winst over bij Facebook Ads. Dat is heel belangrijk, want anders wordt het draaien van Facebook Ads heel lastig om dat winstgevend te krijgen. Zoals je ziet, is dit ook weer een mass market. Dus het is een hele grote markt. Iedereen heeft in principe een slaapkamer en iedereen wil eventueel decor voor dit. Nou, het ideale van dit product is dat je het kan vervormen. Dus je kon verschillende letters ervan maken. En daarom heeft het ook een iets hogere perceived value. Het heeft ook een eigen app die je erbij kan gebruiken. Geen zorgen, dit kan je normaal gesproken altijd testen. En dan prima draaien. En verstelbare vormen, zoals ik zei. Dus je kan er meerdere dingen mee. Daarom was dit een product dat echt een wow-factor heeft, bijvoorbeeld. Nou, dan hebben we nog een zomers gerelateerd product. Dat is eigenlijk een koeldeken die ik de afgelopen tijd heb gedraaid. Zeker in de warmere tijd, nu iets minder. Heeft een hoge perceived value, is wel seizoensgebonden product. Een marketingangle doe je vooral op de hete zomer, op slapeloze nacht. Ik heb heel veel producten omtrent slaap verkocht of dingen in de slaapkamer, omdat dat een groot probleem is. Het is dubbelzijdig en afkoelend. En dit soort producten kan je ook weer voor 40, 50, 60 euro verkopen. Verschillende soorten groottes en de 4 kleuren heb ik destijds uitgekozen. En hoe kies je deze kleuren uit? Dan ga je naar recensies en dan kijk je welke kleuren het meest verkocht werden. Dus wit, groen, blauw en beige bijvoorbeeld. Die kies je dan uit. Niet meer dan 4 keuzes in je product. Oké. Okay. Gaan we door naar het volgende product. Lage perceived value, maar wel een heel evergreen product. Dus het is een evergreen product, mass market, en heeft een marketing angle van hey, geen douchehaar meer in je douche, geen vieze keukens, et cetera. 1 plus 1 gratis zou je hier eventueel bij kunnen toepassen. In principe is het niet erg dat de kwaliteit van dit product iets lager is, want het is gewoon een probleemoplossend product. Oké, okay. Gaan we door naar het volgende product. Het is eigenlijk een car coating kit. Het is een hele grote market. Heel veel mensen hebben een auto, niet iedereen. Hoger perceived value. Wat ik wel aanraad is om bij geen enkel product dat je gebruikt, before en afters te gebruiken in verband met Facebook-blokkades. Deze foto zie je dat bijvoorbeeld wel, maar dat is zeker iets wat ik afraad. Gaan we door naar het volgende product. Oké. Okay. Is een portable minivan. En destijds, toen het wat warmer was, zeker in Nederland, is dit een heel handig product. Het is een draagbare ventilator, kan je meenemen. En heeft ook nog een powerbank en een zaklampfunctie. Nou, eigenlijk, dit soort producten komen elk jaar terug. En waarom dit product het wel goed doet ten opzichte van alleen een ventilator. Deze heeft meerdere functies. Dus hij is klein, je kan hem meenemen, heeft een nachtlampje en een powerbank functie. Daarom is dit zo'n groot product, omdat het net dat extra's heeft. Dus wanneer je producten zoekt, zoek dan naar producten die wat extra's hebben. En dit soort producten kan je ook langere tijd in principe draaien. In principe is het seizoensgebonden. Maar ik zag ten opzichte van de andere producten die ik je net heb laten zien, dat je dit product langere tijd zou kunnen draaien en eventueel zou kunnen branden als je dat zou willen. Oké, okay. Mass market, heel veel mensen hadden last van de hitte. Het is klein, draagbaar, powerbank, zaklamp. Extreem uniek product en daarom wil je dit gaan toevoegen. Kan je prima voor 30 euro verkopen, dit soort producten. Er is geen 1 plus 1 bij nodig. Oké, okay. Hebben we door naar een wekker voor in de slaapkamer. Heel simpel, mass market, extreem uniek en hoger perceived value. Het enige unieke hieraan is dat hij de graden en de vochtigheidsgraden dus toevoegt. Dat zijn net de twee extra dingen. En het houten design, wat er redelijk clean uitziet. Puur omdat hij net dat extra's heeft, zou ik het aanraden om dit soort producten te testen. Of producten met laserlamp, projectors, et cetera, et cetera. Heel interessant product, heel simpel, maar het werkt wel en het is probleemoplossend. Oké. Okay.
hebben we nog een slaapkamerproduct. Zoals je ziet, veel slaapkamergerelateerde producten. Zeker een aanrader. Hele grote markt, probleem oplossen. En de marketingangle van dit nachtlampje is makkelijker in slaap vallen. Dus voor mensen die aan het slapen zijn en willen opstaan en naar de wc moeten of wat dan ook. Dat ze daarna weer makkelijk in slaap vallen, omdat dit licht niet te fel is. Daarom is dit een product dat destijds heel goed heeft gelopen en eigenlijk elk jaar terugkomt. En met de juiste marketingangle zou je dit nog steeds kunnen draaien. Doel is dat ik deze producten laat zien, is niet dat je deze producten één op één gaat kopiëren en gaat draaien. Het kan wel. Je kan er ook zeker goede resultaten mee behalen. Het is meer de strategie hierachter en hoe vind je nou deze producten. Oké. Okay. Hebben we nog een hondengerelateerd product om schoon te maken. Het is mass market, het is probleemoplossend. Het is extreem uniek en evergreen. In principe, je hond moet heel het jaar schoon zijn. Het is wel iets lager perceived value. Dus dit gaat om tussen een verkoopprijs van 20 en 30 euro. Maar nog zeker wel een product dat goed op impuls werd verkocht. En ja, daar wil je eigenlijk naar kijken. In principe is het een heel simpel borsteltje. Maar omdat je die zeep erin kan doen, geeft het net dat extra's aan een product. Dus dat is echt wat ik wil, dat als je producten zoekt, dat je echt zoekt naar hey, dit product heeft iets dat een ander product niet heeft. Dat, die extra touch. Oké? Okay? Dan hebben we nog een heel simpel product, een nek- en rugstretcher. Afgelopen jaar heb ik heel veel posturencorrectors verkocht, heel veel massageapparaten. Eigenlijk, mensen hebben een constant probleem. Nek, schouders, onderrug, et cetera. Hoe kan je dat oplossen? Door middel van dit soort stretchers, posturencorrectors, et cetera. Dus probleemoplossend product, evergreen. En je marketing angle is dus op fysieke pijn. Dus mensen die lichamelijke klachten hebben. Als je marketing angle gebruikt, focus je dan eerst op de pijn van iemand als die het product niet heeft. En dan de oplossing als iemand het product wel heeft gekocht. Dat is heel belangrijk. Oké. Okay. Hebben we nog een hair roller? TikTok-product eigenlijk, eerlijk gezegd. Evergreen-product, vrouwendominant. Heeft een wow-effect met user-generated content. En was destijds ook een trend. En dat zie je ook aan het aantal bestellingen. Geen hoge perceived value, dus 20, 30 euro product. Maar wel een product dat op impuls heel goed heeft gelopen. Ook voor mijzelf. Oké. Okay. Dan hebben we nog een kattenbakvulling product. Evergreen heeft een dubbele functie en is een probleemoplossend product. Dit soort producten wil je echt gaan zoeken. En deze lopen in principe heel het jaar altijd. Dus ja, zeker interessant om kattenproducten toe te voegen, hondenproducten, vrouwendominante producten, slaapkamerproducten, keukenproducten, badkamerproducten. Dat zijn eigenlijk niches waarin ik zelf heel veel actief ben. Ik ben ook heel erg actief in de fashion niche. Alleen ik wilde daar niet te veel voorbeelden van jullie geven omtrent fashion, omdat die marketing angles zijn net wat anders. En hierbij kan je echt op de hoge perceived value, heb je ook mindere toeren dan bij fashion bijvoorbeeld. Fashion is wel een interessante markt, maar als je fashion verkoopt, let dan op materiaal van wat je verkoopt. Dat moet anders zijn ten opzichte van de concurrent. En hoe je eruit gaat zien als man, als vrouw. Dus ga je er als man gespierder uitzien of als vrouw aantrekkelijker bijvoorbeeld. Dat is heel belangrijk. Oké. Okay. Gaan we door naar het volgende. Montessori. Supergoeie categorie. Educatief speelgoed, evergreen. Het is eigenlijk een categorie waarin ik nog steeds heel veel in verkoop. En een categorie waarin eigenlijk nog steeds heel veel kansen liggen om te dropshippen. Dus kijk naar Montessori-producten. Kunnen kinderen leren rekenen, leren tellen. Als ze maar iets kunnen leren. Het kunnen ook baby's zijn die eventueel andere dingen kunnen leren. En hogere perceived value. Dit kan je echt prima voor 40, 50 euro verkopen. Okay. Hierbij hebben we nog shorts. Dit is het enige kledingitem wat ik er wel in heb gelaten. En dit is gewoon om er beter uit te gaan zien als vrouw. Dus vrouwendominant product, probleemoplossend. Is misschien een product dat tegen verzadiging aanzit, maar het gaat puur om marketing heen. Dus welke video-advertentie gebruik je hierbij om mensen toch te lokken dit product wel te laten kopen en zich zelfverzekerder te gaan voelen in principe. Oké. Dan hebben we nog voor de honden. Dus voor honden mee te nemen voor travels. Het is waterdicht, hoge perceived value, probleemoplossend. Het is veilig en evergreen. Dus dit soort producten zijn ook zeker interessant om nog te bekijken en iets verder in te gaan op de hondenniche. Oké. Dan hebben we nog anti-slippers voor in de badkamer, maar ook voor het zomer, maar ook voor het zwembad. Zeker interessante producten en daarbij kies je gewoon de vier beste met de meeste recensies uit. Niet super hoge perceived value, maar wel een product dat op impuls super goed kan werken met Facebook ads.
Alle producten die we besproken hebben, draai ik alleen maar puur met Facebook ads. En komt het product verder en wil ik het eventueel gaan branden, pak ik pas eventueel Google ads erbij. En later pas eventueel een TikTok ads. Oké. Okay. Hebben we nog een ander product? Eigenlijk 2-in-1 producten. Zoek naar producten die dus een 2-in-1 functie hebben. Mass market zijn en evergreen. Heel belangrijk. Deze kan je dus het hele jaar verkopen. En dan hebben we dus een wow effect. Dit is dus een product niet alleen voor je AirPods, maar ook voor je toetsenbord om dingen eventueel schoon te gaan maken. Okay. Gaan we door naar het volgende product. En dat is een vernevelaar voor kinderen, voor volwassenen. Het is geen probleem om gezondheidsproducten te verkopen. Vaak heb je daar geen problemen mee. Dus dat kan je gewoon rustig dropshippen. Heeft hogere perceived value. Mass market kan je echt makkelijk voor 50, 60 euro verkopen via Facebook ads. Zeker een prima product om te kijken. Marketing angle is hierbij wel belangrijk, hoe je een product gaat verkopen. We hebben nog wat cosmetica producten. Producten die ik het afgelopen jaar zeker veel heb verkocht. Alleen de perceived value is hierbij vaak wel lager en de verkoopprijs ligt tussen 20, 30 en 40 euro. Wel interessant omdat vrouwen dominant is. Mass market, beauty en evergreen. Er zit niet heel veel speciaals aan dit product, maar ik zou kijken naar wat andere dropship stores hard draaien. En je eigen twist daaraan geven. Omtrent cosmetica producten. Hetzelfde voor deze zelfkleven van de wimpers. Aangezien ze herbruikbaar zijn. Heel simpel product. Laag perceived value. Wel vrouwen dominant. Evergreen. En herbruikbaar. Oké. Okay. Gaan we gelijk door naar de volgende. Heel simpel beanie hoedje. Dus van cashmere materiaal, pompons, seizoensgebonden en het is vrouwendominant. Iets hogere perceived value tussen 30 en 40 euro. Vandaar een interessant product om richting de wintermaanden te verkopen. Oké, gaan we door naar de volgende. Volgende twee. COVID-gerelateerd product, nu natuurlijk niet meer mass market en trend. Eigenlijk een opbergdoos voor tissues, maar ook voor mondkapjes destijds. Dus kijk ook of je dus op trends kan inspelen. En daarom gebruiken we dus ook deze Google Trends methode. Heel belangrijk om dat toe te gaan passen voor je stores. Dus om aanwezig te zijn voor de trend. Dus niet te laat op de trend in te stappen. Oké. Hebben we nog een ander product. Cadeau gerelateerd product. Evergreen, mass market en vrouwen dominant. Het is gewoon een simpele roos. Maar het is puur de marketing die je hierachter zet. Eigenlijk is het heel belangrijk in alles wat we vandaag hebben besproken. Van hey. Ik heb je dus nu 20 producten laten zien die ik zelf heb gedraaid en de hele methode. Het belangrijkste is hierna, na deze live, als ik hem straks afsluit, dat jij zelf actie gaat ondernemen. Als je zelf geen actie gaat ondernemen, dan gebeurt er uiteindelijk ook niks. En dat je begrijpt waarom je een product kiest. Dus ik hoop dat je een beter beeld hebt gekregen van, hey, waarom kies ik nou bepaalde producten en hoe moet ik nou producten gaan kiezen?